Arie Haan. Koolhof langs Erkelens met wat geluk, mooi getrokken. Koolhof, goal! Ja, goede jongen Koolhof. Krijgt die bal wat gelukkig terug. Haalt hem even enorm hard uit. Buitenkant voet, krijgt die bal effect mee. En gaat erin. Mooie goal. Juri Koolhof na 8 minuten gescoord. Torsen achter die bal en Valken. Arie Haan loopt daar quasi wat nonchalant rond. Hier heb je hem, Haan. Krijgt die bal niet lekker. Nou, kan Wilschut van afstand uithalen. Doet hij. Weggewerkt door Bos. En wat ruimte voor Foukebooien, maar assistentie is er eerlijk gezegd niet. Zal het alleen nog moeten knappen of moeten wachten. Dit is goed. Nu het vervolg. Dit paasje binnen door. Weer aanslag van Doesburg. Ingeschoten en goal. Uitstekend. Heel mooi paasje van Foukebooi. Tussendoor. Nogmaals de situatie. En dan wordt er gescoord door Ibe Anema. Huub Stevens. En Arie Haan. Haan op rechts natuurlijk. Lokhoff weer gestart. Weer even die middenvelders met zoveel vrijheid. Lokhoff. Ingekopt. Weggewerkt van de doellijn. Van Aarlen. Haan. Van achteraan getikt door Jos Pelzer. Terecht de vrije schop voor de Eindhovenaren. Vrije schop PSV Lokhof. Brands was heel slim buiten omgegaan. Van de Kerkhof. En Michel Valken gooit in voor PSV. Lokhof creëert ruimte via een duwtje. Wildschut is de vrije man. Daar hebt u hem in beeld. Kort. Links is niet zijn sterkste been. Vandaar die combinatie die dan weer moet doorgaan. Stevens. Met wat geluk balbezit hebben voor PSV. Lokhof. Valken. Ingetikt. Door sluipschutter Stevens. En dan nu Lokhof. En een geweldige reactie van Oscar Zijlstra. Beste moment uit de hele wedstrijd. Na 29 minuten spelen. Wordt goed geswitst in die voorste lijn bij Cambuur. Pelzer en De Leeuw wisselen nog wel eens een keertje af. Tot nu toe verontrustend eerlijk gezegd PSV niet al te zeer. Zwakke aanname van Wildschut. Grote. De Leeuw nu dus op rechts beland. Foukebooi bereikt dan De Leeuw. Jos! Ibe! Carlo De Leeuw. Ken Teller heeft al gezien dat er niemand achter hem komt. Althans van PSV kant. Bos. Diep. Opnieuw Cantello, schot van afstand. Nou, en dan Anema goal. Een blunder van Pim Doesburg. Het schot van Cantello, dat kreeg Doesburg niet onder controle. En opnieuw is er Anema die scoort. En na 31 minuten is de stand zowaar in Eindhoven 1-2 geworden. Wildschut, los van Pelzer en Valken. Lokhof, Valken en Van der Kerkhof kregen enorm veel vrijheid op het middenveld. Maar de inventiviteit tot nu toe is nog niet zo erg groot bij PSV. Dit natuurlijk is heel knap. En dan deze kogel van Juri Koolhof. Heel mooi aannemen, tegenstander verschalken en dan lekker uithalen. Juri Koolhof blijft wel 1-2. Van der Kerkhof. Ja, paasje met het linkerbeen van Willy van der Kerkhof liep niet zo lekker. Wildschut van de Kerkhof. Een 7 ruimte opnieuw op links. Erkels mist hem dan. Had Koolhof in eerste instantie niet opgerekend. En dan van heel dichtbij met een heel subtiel halfballetje was daar Arie Haan. Heel knap technisch. Wordt wel een hoekschop. Ton Lokhof met de hoekschop voor PSV. Anema. En nu weer veel
risico voor PSV, want er is Foukeboy en er komen drie Cambuurspelers naar hem toe voor de hulp. Foukeboy moet nu de paas gaan geven. Je dat allemaal te mooi doen. En nu natuurlijk ruimte aan de andere kant. Lokhoff. Torres een sprint naar binnen. Lokhoff doet het dan zelf en stort. Ton Lokhoff. Doen alsof hij die bal breed gaat leggen. En dan een schot en er wordt Zijlstra door verrast. Kon er ook eigenlijk weinig aan doen. En na 44 minuten is het weer 2-2 geworden. Grote. En aanvoerder Bos. En een seconde tikken weg. En Cambuur wil gewoon met 2-2 gaan rusten. Maar dan moet ze dit niet doen, want anders komen ze op nog achterstand ook. Iets te lang wachten en dan een duwtje. En Manuel zegt niet dat het een strafschop is. Dat duwtje van Grote en Cambuur boft. Ingooi Cambuur. Constant op een hoog pijl voetballend dat heeft. PSV beslist nog niet onder de knie dit seizoen. Tegen Nottingham Forest was het vorige week al niet al te best. Tegen Haarlem ging het prima met PSV. Maar kijk even naar deze trekbal. Die door Foukeboy bijna naar binnen werd gewerkt. Leuk werk van Cambuur op rechts. Verre paas van Grote. Valken. Stevens, ja, dit oogt goed natuurlijk. Zo aanval op tempo. De paas van Haan op Wildschut. Lokhoff. Zijlstra moet weer vlug in zijn goal. Staat hij nu? Lokhoff. En dan Bults. Van Alen snel gestart. Anema in de fout, moet die bal gewoon wegtrappen. Van Adelen. Haan komt te laat in, had het paasje niet verwacht. Knoeiwerk bij PSV en bij Cambuur in de achterste lijn. Zijlstra knapt het allemaal goed op. Haan. Haan. Kijk, weer zo'n trage opbouw. Wel deze paas natuurlijk niet slecht was op Koolhof. Ton Lokhoff, Torres ervoor. Te scherp denk ik. Ja. De kans op 3-2. Zijlstra, Dokenaar kon die bal niet bereiken. Maar er kon ook niet naar binnen worden gewerkt. Halver Torsen. Brands. Erkelens. Willy van der Kerkhof. Juri Koolhof. Hoekschop. Valken met de hoekschop. Nou, en dit zou je missen kunnen noemen. Van die nummer op 10. Juri Koolhof. Als PSV zo speelt, dan zou je bijna zeggen, dan hoeft ze volgende week niet eens naar Nottingham te gaan. Maar ja, de ene wedstrijd is de andere niet. Ook dat is bekend. Van Adelen. Is niet slecht. Nou, van dichtbij dan, hè. Goal. Halver Torsen. Werd ook een keer tijd. De paas kwam van rechts van Adelen. Als intermediair stond daar Huub Stevens. En toen kon in feite Torsen ook niet meer missen. En na 28 minuten is het hier 2-3 geworden. Ik moet zeggen 3-2. De bal denk ik kan. Cantello. Opnieuw. Grote. Goed opkomen van Erklens op het iets te korte paasje van Boy en dan dit schot. En hoe dan ook, ook nu vind ik Doesburg weer geen zekere indruk maken. Hoewel het schot natuurlijk naast nu. Alles bij Cambuur nu naar voren. Schouwenaar en Foukeboy. Alles of niks, het wordt niks voor Cambuur.